Het IT-bedrijf Navitrans ontwikkelt software voor logistieke bedrijven die hun bedrijfsprocessen willen optimaliseren. Om kostenefficiënt te blijven werken, besloten de zaakvoerders om het nieuwe hoofdkantoor uit te rusten met een digitale communicatie-infrastructuur. Voordat we naar dit gebouw verhuisd zijn, zaten we hier een paar kilometer vandaan in een kleiner kantoorgebouw. Uiteindelijk waren we aan het groeien, meer mensen in dienst, een aantal buitenlandse vestigingen erbij. Goed, de verhuis staat eraan, dan zie je dat je een telefooncentrale hebt met oude technologie. En moet je de keuze gaan maken, ofwel ga je die mee verhuizen, ofwel ga je naar nieuwe technologie. We hebben dan professionele hulp gezocht bij Proximus. Die hebben ons met raad en daad bijgestaan en zijn tot de beslissing gekomen om de oude technologie op de oude locatie achter te laten en onmiddellijk Skype for Business te implementeren tijdens de verhuis. Voor Navitrans was het een logische stap om te evolueren naar een nieuwe technologie. Zeker als IT-bedrijf in de sector is het heel belangrijk om mee te zijn met de tijd, dat van vandaag. Alle bedrijfsprocessen, waaronder de communicatie, verlopen over een glasvezelverbinding met een automatisch backup systeem. De overstap naar Skype for Business past in de New Way of Working-strategie die het bedrijf toepast in zowel België als het buitenland. Skype for Business matcht perfect met onze New Way of Working. Wij kunnen nu naast telefoneren naar onze buitenlandse collega's, perfect ook screensharing doen, elkaar ook zien zitten, wat de nabijheid bevordert van die mensen. Vergaderingen op afstand verlopen nu veel efficiënter, waardoor we veel minder moeten reizen en waardoor we dus kosten en tijd besparen. Vroeger werkte de klant met verschillende systemen. Voor hen was het belangrijk dat ze konden werken met één centraal platform waarin ze de presence, de instant messaging, de videoconferencing gemakkelijk konden gebruiken. Voor de gebruikers is het voordeel dat ze nog heel vlot kunnen schakelen tussen voice, video en desktop sharing. Voor de IT-manager heeft hij als voordeel dat hij maar één centraal platform moet beheren, onderhouden en beveiligen. Om veel eisende bedrijven een optimale klantentevredenheid te kunnen garanderen, wil het bedrijf nu ook haar buitenlandse sites uitrusten met Skype for Business. Als je kijkt, dan ga je inderdaad zien dat we met internationale filialen zitten. Dus communicatie naar daar is een heel grote uitdaging. Vroeger was het samenwerking tussen de collega's intern. Nu zien we al meer de samenwerking naar bedrijven, met klanten, ook over de landsgrenzen heen. En Skype for Business maakt het eigenlijk mogelijk om samen te vergaderen op eender welk moment, op eender welk tijdstip en eender welke plaats. Waar we vandaag eigenlijk Skype for Business enkel gebruiken voor interne communicatie, is het in de toekomst de bedoeling om dit ook uit te rollen in het gebruik naar communicatie naar klanten toe. Om bijvoorbeeld trainingen te kunnen geven remote, zodanig dat ook verplaatsingen binnen België kunnen beperkt blijven.